Kennen jullie die van die brug die dicht zou gaan of open? Nou, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Een aantal maanden geleden vierden we de opening van de wandel- en fietsbrug hier bij de Sieselt. Maar nu hoorde ik dat die in oktober toch 2 weken dicht moet. Nu snap ik het niet meer helemaal. Tijd om even navraag te doen bij de gemeente. Ik sta hier met Eveline, de omgevingsmanager van dit project. Eveline, leg uit. Ja, we maken het ook niet echt makkelijker op. In september dachten we eerst dat we de brug 3 weken zouden moeten afsluiten vanwege werkzaamheden die we nog moesten uitvoeren. Toen bleek dat we dat ook konden zonder afsluiting. Dus wij als gemeente waren heel blij, omwonenden waren blij. En daarnaast zouden we ook eind september de doorgang naar het bos vanaf de brug openen. Helaas blijkt nu door extra werkzaamheden en personeelstekort bij de aannemer dat 1 week langer duurt. Dus op vrijdag 6 oktober opent dan het hek naar het bos. Oké, maar het hek en de brug dan, want die gaat ook weer dicht? Ja, helaas. Vanaf 16 oktober gaat de brug weer 2 weken dicht. Vanwege de laatste tijd heeft het best wel hard geregend. En daardoor is de terp van de brug uitgespoeld. En hiervoor moeten we maatregelen nemen. Dat doen we vanaf 16 oktober 2 weken lang. Hij gaat niet helemaal dicht. We proberen zoveel mogelijk in de avonduren en in het weekend de brug te openen. Zodat iedereen wel lekker naar het bos kan. Maar op de momenten dat er wordt geasfalteerd zal de brug wel de hele dag dicht moeten. Dankjewel voor je uitleg. Ja, misschien niet heel erg leuk om te horen, maar wel duidelijk zo. En nog even geduld, het einde is echt in zicht.